zit een jochie op de grond, eet een spekje, helemaal in zijn eigen wereld. Geluk, mooi om in Almelo te zijn. Ik ben Katerina Serdjuk, ik ben coördinator en tolk hier in House Alexandra, vluchtelingencentrum voor Oekraïnse mensen hier. Prachtig, we zijn blij dat we weer in Nederland zijn natuurlijk, nu mogen we in Almelo zijn. Vandaag is een bijzondere dag. Wij vieren in Nederland Sinterklaas, maar ook in Oekraïne. Wij ook vieren bijna hetzelfde dag, is St. Nicolaasdag. Ja, dubbel. Aan de ene kant heel veel vreugde. Dus kindjes zijn blij. En aan de andere kant weet je dat die kinderen heel veel verdriet hebben. Dus jij kunt ze even een paar minuten, een half uurtje, laten genieten van het Sinterklaasfeest. Vroeger het was het 19 december, maar nu wij hebben andere regels en alle religieuze dagen. Wij vieren twee weken vroeger, dus is om 6 december. Het is bijna hetzelfde, dus misschien dat betekent dat eerst Sint Nicolaas komt naar Nederland en daarna naar Oekraïne. Maar we gaan eerst, ik denk dat het een ander liedje zingen voor Sinterklaas. Stichting Ieder Kind is al 8 jaar Sinterklaas voor de kindjes die eigenlijk geen Sinterklaas kunnen vieren. En dan komen wij. En we nemen de cadeautjes mee, we nemen de pieten mee. En ik kom zelf ook langs natuurlijk. Gezellig. Nee, maar dat is wat we doen. Dat wil je niet weten, dat is prachtig. Je ziet die kinderen die komen naar je toe. Ze grijpen je en ze pakken je en ze knuffelen je. Je bent een vrolijk mens als je hier weggaat. Even andere gedachten. En ook al zijn we er maar een paar minuten, een half uurtje. Ze hebben even een half uurtje geen gedachten aan ellende. En dan denk ik van, nou, dan hebben wij ons taak eigenlijk al klaar. Dat is niet te betalen in geld hoor. Nee, het beroep Sinterklaas, ik raad het iedereen aan. Het kan natuurlijk niet, maar het is een prachtig beroep. Ik ben er heel blij mee.